Ik ben zelf in 2017 getrouwd. Alle toeters en bellen. Heerlijk. Dat kon heel lang niet, hè? Verschrikkelijk. Maar jij hebt goed nieuws. Ja, dat is zeker goed nieuws. Er wordt weer volop getrouwd. Dat zien we allemaal om ons heen, denk ik. Ja. En nou ja, die coronatijd bracht ook veel goede ideeën. Dus Tonnie uit Balo, van Stilfrans Edelsmit, die had zoiets van... hoe leuk zou het zijn om hier een concept te ontwikkelen... met allemaal trouwe specialisten onder één dak. Er was al een kapper onder dat dak, zeg maar, van Jessica. En Tini van Bruidsmode Engels sloot aan. Dus ja, dan zijn er nu ook nog een fotograaf, een weddingplanner, een DJ, alles. Een one-stop shop. Ja, helemaal alles op het gebied van trouwen en ook verloven. Dus ja, hartstikke mooi. En dat alles onder één dak. Ja, sparkling wedding noemen ze het. Sparkling wedding. Ja, klopt. Dat klinkt als heel... een uitnodiging. Zeker, Nick, wat voor jou? Karen, even een ding vooraf. Bij de geboorte, trouwen en begrafenissen, ze zeggen altijd dat daar draaien ze jou een poot uit. Is dat ook zo? Is het ook echt duur? Het is zo duur als je het zelf maakt, denk ik. Ja. Dat is met alles. Hè. Ik denk van, je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Maar je ziet wel de tendens dat het wel wat intiemer wordt. Dus wat minder gasten. Dus ja, dat scheelt ook in de kosten. En vaak geven ze het liever wat uit aan echt symbolische zaken. Zoals een speciale verlovingsring, trouwring. Een trouwjurk van de moeder geweest. Die wordt vermaakt op maat naar je eigen wens. Zulke dingen zie je veel. Ja, ja. Ja. En ze hebben langer kunnen sparen, hè? Ja, ook dat, hè? Ja, ja, precies. Iedereen kijkt er naar uit. Ja. Ja. Karen, ze hebben dus 1,5 jaar niet kunnen trouwen. Hè? Ik kan me voorstellen dat in die tijd mensen ontvallen zijn. Hè? Die eerst wel op die gastenlijst hebben gestaan en die er nu niet meer zijn. Ja. Hoe gaan ze daarmee om? Ja, dat is natuurlijk hartstikke triest. Hè? Dat zal vast en zeker ook zo zijn, helaas. Maar gelukkig, ja, dat zie je ook wel hier in die symboliek. Speciale sieraden waar iemand een gedenkteken of zo, weet je wel, en terugkomt. Een profiel van iemand zie je zelfs in trouwringen, noem maar op. Ja. Dus er moet wel aandacht aan besteden. Ja, want de stoel blijft dan toch leeg. Hè? Ja, daarom, de stoel blijft leeg. Ja, maar dat, ja, op een bepaalde manier kun je er wel een mooie invulling aan geven dat iemand er toch dichtbij is op de dag. Ja, daar zijn ze ook wel heel goed mee bezig op allerlei gebieden. Gewoon alles op maat, heel persoonlijk. Je kunt een afspraak maken gewoon helemaal in de privacy. Je bent helemaal dus, hè, zonder andere mensen, helemaal naar wens. Ja. Je kunt je gewoon vrij voelen en dan helemaal kijken wat bij je past. Is dat ook de trend van nu? Om het echt heel persoonlijk op de man af en geen kopiëren, plakken, bruiloft. Nee, maar echt wat past bij jou? Ja, dat zie je echt heel erg terug. Dat hoorde ik dus terug toen ik daar was. Ja. En ja, ook een stukje, hè, wat ik al zei, intiem. Vaak buiten de ceremonies, een beetje vintage-stijl, festival, dat allemaal. Gewoon, helemaal... daar hou ik van. Ja, ook, ik proef gelijk de cultuur op zo'n bruiloft ook weer terug. Ja, mooi hè? Mooi. Ja.